Voor Bergen is dit zo'n wedstrijd waarin het echt moet gaan gebeuren. En bij KV Kortrijk is Darren Kiet de doelman speelklaar geraakt. Zo houdt hij de 45-jarige Patrick de Man op de bank. Bergen KV Kortrijk wordt geleid door Wim Smet. Capon. Heel bedrijvig is hij. Capon. Dan was er een pogingje van de Smet. Hij kon die bal niet vol raken. Ook nog door verdedigend werk van Diandi. Dat alles na 20 minuten. Niet eens halfweg de eerste helft is Chedomir Janevski genoodzaakt om te wisselen voorin. Mununga geblesseerd, Arbeidman is de vervanger. Breedlegger de Mets. Het moet nog een tempo hoger voor KV Kortrijk als het echt wil gaan dreigen. De Mets. Buitenkantpaal. Dichterbij was KV Kortrijk nog niet geweest. Bergen ook niet trouwens. Een afgebeken bal was het wel. Een mooie versnelling van Souma. En dan goede voorzet. Net geen de belder, dan was er nog Châtel. En misschien was dit wel de grootste mogelijkheid voor Bergen om in de eerste helft op voorsprong te klimmen. 8 minuten voor de rust. Stijn de Smet achter de bal. Draait hem over de muur, maar er is nog een goede parade van Werner. En niet dat hij die bal nog net binnenhoudt, hij vindt van wel. Maar de assistent vlacht en geeft een corner. In elk geval het belangrijkste was die redding daar. Want zo blijft de kans dat het 0-0 blijft. Zo kort voor de rust. Eén minuut voor de rust. Een aflegger van de Smet voor Capon. Koulibaly met het hoofd. Ja, en Koulibaly scoort. Het leek erop of Werner die bal nog zou gaan pakken. De voorzet voor Koulibaly. Er lijkt weinig aan de hand. Ik denk dat hij zich daar vergist. Werner botst die bal vreemd. In elk geval gliep die tussen de handen door. Dit kan je blunder noemen. Het is de 10e minuut van de tweede helft. En de Mets kijkt. Wie komt er? Het is een mooie poging van Santini. Werner wakker. Heel verdienstelijk van allebei. Daar komt weer dat gekke treintje. Wat wordt het dit keer? Ze maken er wat van hun standaardfases. Dit keer Koulibaly. Doorkoppen Santini. De Smet gaat ervoor. Nog Stijn de Smet. Maakt hij het af? Nee. Stijn de Smet mist de 0-2 met nog een half uur te gaan. Open kans was het. Goed afgeschermd door Santini. En zo kan Capon gaan. En dan is het de overtreding van Diandi. En die heeft al geel. En dan mag hij blij zijn dat hij laat doorspelen, Smet. Pavlovic gaat nog één keer zeggen. Diandi had daar een tweede gele kaart verdiend. Daarvan Gijsgem. Hij bracht zichzelf en zijn ploeg daar bijna in de problemen. Maar hij kreeg het voordeel. En dan gaat hij naar de achterzak meteen. Rechtstreeks rood wordt het. Het is voor Sprunguin. Inderdaad te laat en dan helemaal geen bal gespeeld. Dat was allemaal gevaarlijk. Hij moet gaan douchen. De match voor Santini. Hij voetbalt wel slim. Santini. Hij dacht, ik heb nog niet gescoord vanavond. Toch maar wat wagen. 8 minuten heeft hij daar nog voor. Die Matthijs. Ja, die Matthijs gaat neer. Maar dan zoekt hij veel te nadrukkelijk een strafschop. En dan gaat hij daar ook geel voor krijgen. Het zegt iets over de wanhoop waarmee Bergen op zoek moet gaan naar doelpunten. Het was een gezochte strafschop. 3 minuten voor het einde.
15 seconden nog minstens zijn er te gaan. Dus je kan wel zeggen dat het dringend is. Maar het kan. Met nog één flits. Wie weet, Châtel gaat nog droppen. Alle hens aan dek daar, maar Kiet pakt. En daarmee is de zege binnen. Kortrijk wint krap met 0-1 na een blunder van de doelman. Maar het rood van Bergen is schaamrood geworden. 2 op 36. Kortrijk zet zijn goede reeks gewoon voort.